Wat de NAVO betreft krijgt de Oekraïne zo snel mogelijk beschikking over die lange afstandsraketten. Daarmee kunnen doelen in Rusland worden geraakt, veel dieper dan eerst. De hoogste NAVO-militair, luitenant-admiraal Rob Bauer, zegt Oekraïne heeft dat recht. In accordance with the law of armed conflict, it is every nation that is attacked has the right to defend itself. And that right doesn't stop at the border of your own nation. So you are actually in line with, in accordance with that law of armed conflict, you are allowed to attack the nation that attacks you. And you normally do that in military terms, you do that because you want to weaken the enemy that attacks you in order to not only fight the arrows that come your way, but also attack the archer that is, as we see, very often operating from Russia proper into Ukraine. Zegt luitenant-admiraal Rob Bauer. We praten over die uitspraak en over het wel en wee en het nut en noodzaak van lange afstandsraketten met Jan van Bentum, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad. Meneer van Bentum, goedemorgen. Goedemorgen. Is het zo simpel dan laat als Bauer nu zegt, niet de pijlen uit de lucht halen, maar de schutter proberen aan te vallen. Dus dan moet je over lange afstand kunnen beschikken. Ja, dat is ook wat Oekraïne zegt en al heel lang zegt. Hè. Ook de discussie gaat niet alleen over deze Amerikaanse en Britse raketten, de ACAMS-raket en de Storm Shadow-raket, maar ook bijvoorbeeld over de Duitse Taurus-raketten. Daar wordt ook al sinds maart over gepraat en daarover heeft bondskanselier Scholz nog net eind de vorige week herhaald dat Duitsland die niet zal gaan leveren, terwijl zijn minister van Defensie, Pistorius, exact hetzelfde zegt als Rob Bauer zegt, namelijk een land heeft het recht zich te verdedigen en daarmee mag het ook de vijand treffen op eigen gebied. Ja. En liefst dan natuurlijk uiteraard op militaire doelen, want daar wordt over gesproken. Niet zoals Rusland doet, aanvallen op Kiev en Lviv en dat soort zaken. Ja, het is inderdaad die schutter uit de lucht halen. Maar nu zegt Oekraïne, we hebben het hard nodig. Wat verandert er aan het front als Oekraïne dit inderdaad mag? Als ze die diepere doelen in Rusland mogen raken, ervan uitgaan dat het militaire doelen zijn, kan je dan inderdaad de Russen afremmen of stoppen? Nou, daarvan zegt bijvoorbeeld de Verenigde Staten, want er is een discussie geweest ook met de Britse premier en de Amerikaanse president Biden hierover. Amerika zegt, jullie hebben zelf al drones, die kunnen al veel verder dan die raketten waar je om vraagt. Die raketten hebben een bereik van maximaal zo'n 300 kilometer. En dan moet je je voorstellen, als de Russen die langere afstands kruisraketten gaan inzetten, en dat doen ze vaak, dan stijgen er bijvoorbeeld TU-95 bommenwerpers op van vliegvelden bij Moermansk. Ja. Nou, dat heeft andere dus geen enkele zin. Rusland, hè? Ja, precies. dat is helemaal in het noorden. En dat is een aantal uren vliegen. En het heeft geen zin om dat soort raketten dat te hebben om dat tegen te houden. Want dat bereik je dat niet. Wat belangrijk is dat je logistieke steunpunten van de troepen raakt. Mm-hmm. Vlak over de grens. Ja. En bijvoorbeeld brandstofdepots. Rangeerterreinen voor spoorlijnen waar het wordt aangevoerd. Dat soort directe militaire doelen, daarvoor kan het wel belangrijk zijn. Ja. En dan, denk aan Russische regels Belgorod of Rostov. Dat zouden dan de doelwitten worden, naar alle waarschijnlijkheid. Maar nogmaals, ga je dan inderdaad echt wat doen? Kan je dan die Russen afremmen? Dat gaat ook niet lekker. Ook de moraal in het Oekraïns leger is niet zo geweldig. Nou ja, goed, de dringende vraag is er omdat Oekraïne militair gezien op de grond het heel erg lastig heeft. Oekraïne is al heel lang bezig om te proberen nieuwe recruten te krijgen. Nou, er is zo'n schokeffect als die mensen voor het eerst aan de front komen, ondanks de training, dat er duizenden gewoon acuut weglopen. Ja, op 20 augustus heeft Oekraïne zelfs een wet aangenomen die een eerste desertie, zoals dat dan wordt genoemd, niet meer strafbaar stelt, mits de deserteur maar terugkeert naar zijn eenheid. Er waren al meer dan 19.600 strafzaken die er liepen. Dus dat geeft aan hoe erg het aan het front is. Ja. En zo erg dat mensen dus gewoon letterlijk weghollen van schrik. De verliezen zijn ook enorm. Er zijn brigades opgegeven omdat
het grootste deel van de mensen gesneuveld of gewond was geraakt. En bij gewond geraakt, de berichten zijn niet helemaal duidelijk, maar er zijn de nodige bronnen die zeggen, dan moet je voor de helft spreken over mensen met blijvend letsel. Dus bijvoorbeeld een been of een arm verloren, of deels blind geraakt. Dat gaat in de vele tienduizenden, zo niet honderdduizenden, waar je het dan over hebt. Dus Oekraïne bloedt heel erg door deze oorlog, menselijk gesproken. Toch eventjes over deze discussie van die lange afstandsraketten nog, meneer Van Bent, ten leste. We hebben het eerder gezien met F-16's, tanks, noem maar op. Uiteindelijk gaat iedereen door de knieën. Het kwestie van tijd. Ook hier? Nou, minder snel. Omdat hier toch wel een heel directe Russische dreiging ligt. Die is ook nog weer nadrukkelijk aangescherpt in Rusland zelf, las ik vanmorgen. Daarin wordt door iemand die voorheen bij adviseur van Poetin was en nog veel gezag in Kremlin heeft, Karaganov heet die man. Die praat weer over nucleaire afschrikking. Maar Poetin heeft gezegd, ja, als jullie dat spul leveren en dat wordt ingezet op Russisch grondgebied, dan is de NAVO in directe oorlog met Rusland. Nou, dat heeft hij vaker gezegd. Dus dat is op zich geen enorme stap van Poetin. Maar die dreiging neemt Biden zeer serieus. En zeker de Duitse bondskanselier Scholz neemt die zeer serieus. Terwijl andere Europese landen, bijvoorbeeld Bauer deed deze uitspraak in Tsjechië, op een NAVO-militaire bijeenkomst daar, voor het eerst in 25 jaar. En daar zei de Tsjechische president Pavel ook van, ja, we moeten dit echt gaan doen, die raketten leveren. Want, nou ja, wat je al zei, wat Bauer zei, je moet de schutter raken en niet alleen maar de pijl die hij afschiet. Precies. Je moet ervoor zorgen dat die niet meer kunnen worden afgeschoten. En dat is dus echt, je praat hier over inzet op het slagveld. Duidelijk. Dank, Jan van Bent, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad.